Hoe voel je je? Ja, zeker heel goed. Ten eerste door de winst en natuurlijk ook een goal. Nou, wat een wedstrijd voor jou. Ja, precies. Voor mij persoonlijk, ja. Op de rechtsbackpositie. Ik kwam eindelijk in de positie om te scoren en ik heb er gebruik van gemaakt. Ja, neem me eens mee naar dat moment dat je denkt te gaan scoren. Misschien heb je het dan al in je hoofd. Ja. Fini kreeg de bal en ik riep al tegen hem van dat hij moest wachten. Want ik wist van, ja, ik ga er overheen lopen. En uiteindelijk geeft hij een lekkere chippy. En neem ik hem twee keer mee en schoot ik hem gewoon zo hard mogelijk eigenlijk rechtdoor. En uiteindelijk ging hij erin kort ook. Wist je nog goed voelde om te scoren eigenlijk? Ja, op de training maak ik wel best wel veel goals, weet je. Dus ik weet het wel, maar natuurlijk in het stadion is het natuurlijk heel anders. Ja, dat zag je ook wel aan de ontlading. Ja. Eerste goal natuurlijk. Veel emoties, ontlading, wat je zegt, ja. Wie is dan het meest blij voor jou? Gebeurt dat in het veld? Ik denk sowieso wel iedereen, want dat zag je ook gewoon gelijk. Maar ik denk natuurlijk, vooral Noni en Cody, denk ik. Ik denk misschien ook wel vooral Cody, omdat ik met hem zo lang PSV heb gezeten. Amanda ook, helaas vanaf de tribune. Maar omdat ik met hun zo lang bij PSV heb gezeten, is ja. Het is nog steeds een traditie om op het hoofd te tikken dan, hè? Ja, blijkbaar. Maar ik heb het niet eens gevoeld, eerlijk gezegd. I got a phone call early in the morning from boss. I heard that I'm going to be in the squad today. So it was a nice way to start today. And I was just hoping that I can get my chance again and to play some minutes. Yeah, some minutes. Was it more than you expected? Yeah, maybe a bit more than I expected, but yeah, it's nice. Were you able to show also what you would like to show to the public? Yeah, maybe some actions was okay, but I want to show more and more. Gewoon heel goed natuurlijk voor zelfvertrouwen. Natuurlijk heb je ook gezien met wat wissels, hebben ook gewoon een heel goed niveau gehaald. Dus de wedstrijd gewoon goed afgesloten uiteindelijk. En nu gaan we gewoon vol vertrouwen naar Leicester. Daar focussen we gewoon nu op. Want ben je in de problemen eigenlijk gekomen deze wedstrijd? Hoe verloopt zo'n eerste en zo'n tweede helft naar jouw idee? Ja, uiteindelijk hun wachten gewoon natuurlijk af op een paar enkele momenten. Zeg maar, als de tweede bal eruit valt bijvoorbeeld. Of misschien standaard situaties. En dat moeten we gewoon minimaliseren eigenlijk. Maar uiteindelijk niet heel erg in de problemen gekomen, denk ik. Ja, yeah, I'm really happy. It was been a difficult time for me now. I was 4 months injury. And then was coming back playing games with Young again. I was happy. And then now I get my chance here. So very happy for that. Yes. And what is your future perspective from now, you think? Yeah, hopefully to be more with the first team, to have a good preseason with them, to show myself my best side, and then hopefully prove the coach that I can play even more. And the good thing for you is that you know Ruud van Nistelrooy very good, right? Yeah, it's good to know him, but yeah, always need to prove everyone that I am good enough to play. Gefeliciteerd. Ga je het vieren of laat je dit gewoon los en op naar de volgende? Ja, ik weet niet. Ik ga denk ik wel veel appjes uit krijgen. Mijn moeder heeft me vast denk ik al gebeld. Ik heb mijn telefoon nog niet gezien. Maar vieren, dat niet echt per se. Nee.